Van harte welkom. Fijn dat je kijkt. Deze deelsessie van het Delta-congres, het 12e Delta-congres, wat wij vandaag hebben hier vanuit het MEC in Maastricht. Fijn dat jullie kijken naar deze sessie met als titel Leren uit het buitenland. Ja, en daar zit direct een onwijs gaaf spanningsveld, want wij zijn zo'n topland Nederland als het gaat over waterbeheer. Maar we draaien hem vandaag echt om. Tot de klok van 2:15 zijn we bij jullie met die ene vraag: hoe en wat kunnen wij nou leren uit het buitenland? Mijn naam is Maarten Bouwhuis, host van dit webinar. Met heel veel plezier leid ik dat. Ik werk als presentator, als freelance presentator bij BNR Nieuwsradio. En mag als dagvoorzitter en ook online presentator in coronatijd ook heel vaak voor de waterwereld werken. Dus wellicht hebben we elkaar een keer eerder gezien via de Unie of een van de waterschappen. Ja, vorig jaar tijdens het Delta-congres is er een hele duidelijke oproep geweest om concrete voorbeelden te gaan delen. Want toen hebben we voor het eerst deze sessie georganiseerd, Leren uit het buitenland. Nou, en dat gaan we dus zo concreet mogelijk doen. Sterker nog, in Europa is er zelfs een Blue Deal, een methode om projecten in het buitenland te bewerkstelligen en daar dan weer van te leren. En een van die projecten is in Ghana. Laten we direct maar even kijken. The Blue Deal's objective is to help 20 million people around the world get access to clean, sufficient and safe water by the year 2030. The Blue Deal has 17 partnerships in 14 countries. One of the most recent partners is Ghana. Due to climate change, North Ghana has to cope with heavy flooding and long periods of drought. This, combined with a growing population, poverty-driven deforestation, and farming close to the river, has led to the pollution and siltation of rivers, dams, and irrigation canals. The quality and quantity of water is consequently at risk. One of those affected areas in the north of Ghana is the Bongo district, where the Via Dam is situated. The water basin of this dam is used for farming by around 2,000 farmers, and it is also used for drinking water by the community and their livestock. But the proper functioning of this water basin is under threat. The Blue Deal helped the Water Resources Commission, other governmental parties, and two NGOs to cooperate in order to find an integrated solution. Together, they decided to plant more than 200,000 trees along the river upstream of the Via Dam to restore 50 kilometers of riparian buffer zones. And the banks of the basin of the Via Dam will also be stabilized by planting 50 hectares of deep-rooting grass. Over the next 3 years, the reforestation project will be implemented for and by the local communities. It is an example of integrated water resources management in Ghana. Also, 1,600 farmers will be trained in agroforestry, long-term tree protection, and sustainable use of natural resources. The trees will play their part in maintaining the climate's natural balance to help ensure a green and healthy planet. Trees absorb carbon dioxide from the air, helping to fight climate change. They are also key players in water management by reducing erosion of riverbanks and silting up of water basins and helping to maintain and restore groundwater levels. Trees provide a source of fruit, fodder for cattle, and a sustainable harvest of wood products. Agroforestry will also help develop sustainable enterprises for local farmers, enhance soil fertility, and improve water retention of the soil. All of these combined efforts will contribute to the livelihood of the farmers in a healthy environment. Een inspirerend project vanuit Ghana dus, onderdeel van de Blue Deal. Bij mij aan tafel, in ieder geval de hele sessie, en dat heeft ook een reden, is Hein Pieper, dijkgraaf van het waterschap Rijn en IJssel. En belangrijker Hein, president van de EUMA, de European Union of Water Management Associations. Yes. Dus dat is de overkoepelende Europese
club van de, nou ja, van de waterschappen, maar dat heet in elk land natuurlijk een beetje anders. Ja. Werkt ook in elk land een beetje anders. Ja. Maar ze zijn overal. Ja, in principe heeft ieder land dat. Er zijn niet alle landen bij aangesloten. Het heeft ook te maken dat we echt ervoor kiezen om in alle landen wel echt lokaal aanwezig te zijn. Ja. In sommige landen is het alleen maar nationaal geregeld. Dus heel erg centraal. Ja. En dat is toch niet de manier waar wij als watermanagers in Nederland ons het meest mee verbonden voelen. Nee. We zijn heel erg grassrooted, heel erg verbonden met lokale bedrijven. Ja. Nou, waar we vandaan komen, ja. 2500 waterschappen hadden we, die waren superlokaal. Dit project uit Ghana, daar ben je ook bij betrokken. Wat laat zo'n project als dit nou zien aan ons? Wat het ons laat zien is dat deze projecten om gemeenschappen draaien, om het dagelijks leven van mensen. En dat geldt hier in Nederland ook. Daar staan we misschien heel weinig bij stil. Maar het gaat om dat we überhaupt hier in zo'n delta kunnen leven. Dat mensen überhaupt daar in die plekken die echt geraakt worden door klimaatverandering. Veel meer dan wij nog in Nederland. Wat ze ook laten zien, en dat vind ik ook eigenlijk heel mooi. Vandaag is het feest van heilige Martinus, ja. Sint Maarten. Ja, ja. Ik woon in Noord-Holland. Mijn kinderen moeten vanavond met het lampje langs de deur. En wat deed Sint Maarten? Hè? Sint Maarten liet zien dat door te geven, door verantwoordelijkheid te nemen voor je medemens, je gemeenschap creëert, je verbondenheid creëert. Ja. En dat zit heel diep in onze mensen ook. Voor mijn kinderen draait het om snoep. Maar ja, voor mijn leeftijd ook. Er hoort er ook een beetje bij. Maar ik hoop dat je ook het andere verhaal meegeeft. Ja, ja. Ja, ja. En wat ik zie bij onze mensen in het buitenland is dat daar soms een boost van creativiteit loskomt. Ja. En verantwoordelijkheid nemen. Veel meer dan in onze eigen organisaties. Waar ik wel eens van denk, hey, waarom doen jullie dat thuis niet? En er zit een passie bij die mensen. Ja. Wat ik, nou ja, zeg een beetje dat Sint Maarten gevoel nog, bij wijze van spreken. Dat is een stuk gemeenschapszin. Landen die al veel meer te kampen hebben met de klimaatverandering en dus veel scherper op die klimaatadaptatie zullen moeten sturen. Ja. En moeten we daar ook van leren omdat dat onze kant op gaat komen in Europa? Ja, want ik denk dat we van deze landen die vaak extremer geraakt worden al kunnen zien hoe zij proberen te schakelen. Ja. We zien ook bijvoorbeeld hoe belangrijk governance daarin is. Hè? Dat het niet een kwestie is van een technische oplossing, maar juist een culturele is. Hè? Dus dat je verantwoordelijkheid neemt, dat je ook naar lange termijn kijkt, dat je verbindt met allerlei partijen. Hè? Dus niet ergens iets neerplempen en dan weer weg. Maar echt in de breedte, dat is ook mooi van de Blue Deal. Hè? We zeggen, we blijven minimaal 12 jaar. We lopen niet weg naar 4 jaar. We blijven 12 jaar. We verbinden ons. Ja. En dat is denk ik een van de echt bijna vergeten onderdelen van goede governance. Dat je durft te kiezen voor een verbondenheid over grenzen heen en op alle termijnen. Dus in de tijd, in landen, in waardenoriëntaties, et cetera. En dat vind ik een prachtig voorbeeld ook om dat terug te nemen naar Nederland. Ja. Want wij zijn wel een technocratisch land geworden. Oké, dus dat soort lessen, nou, daar gaan we deze sessie ook uitgebreid op inzoomen, ook met voorbeelden. Je stopt ook na 6 jaar werken voor de Unie, althans vanuit de Unie, om ook dit te doen. Je bent een van de grondleggers van die Blue Deal. Dan toch één keertje, als je erop terugkijkt de afgelopen 6 jaar, waar ben je het meest trots op? Ik ben het meest trots op onze mensen. Op de mensen die daar gewoon ter plekke daar verantwoordelijkheid nemen en die echt over hun eigen grenzen daarheen gaan op een positieve manier. Ja. Dat we het überhaupt in zulke moeilijke omstandigheden, want we zijn gestart min of meer net voor corona, ja, hè, ja. Dat we toch zoveel stappen hebben kunnen zetten. Ja. Nee, dat ik, ja, met 14, mag niet met echt 14 landen die zijn aangesloten bij de Blue Deal en dat moet groeien, begrijp ja, ik. Dat gaat groeien, daar ben ik van overtuigd. Ja. Ik wil niet graag met de veren van een ander gaan pronken, maar ja. Als ik trots ben, dan ben ik trots op onze mensen. Laten we de anderen erbij pakken, want u heeft het al gezien. Er zitten nog 2 gasten bij mij aan tafel. Dat is niet voor niks. Mariska van Rijswijk, teammanager omgevings- en techniek, waterschap Brabantse Delta. Zo is het, hè? Klopt. En Willem-Jan Goossens, beleidsadviseur DG Climate Action van de Europese Commissie. Je staat op de loonlijst bij INW, maar je werkt in Brussel. Ja, dat klopt. Ja, een klein deel van de mensen die in Brussel bij de commissie werken, die worden vanuit landen daar zeg maar tijdelijk kunnen daar werken. En ik ben er één van. Ja, dus. Nou, hartstikke mooi. Tegen u zou ik willen zeggen dat we dit heel graag ook een interactief gesprek willen maken. Dat betekent, ik heb vragen aan u, maar u heeft waarschijnlijk ook vragen aan ons. Stel ze. Gebruik daarvoor de chat of als u erin verdwaalt de Q&A. Dat zit aan uw rechterkant van het scherm.
deze kant is dat. Zet de vragen gewoon in de chat. Hier achter de schermen zitten moderatoren die de vragen aan mij doorzetten, zodat ik ze aan mijn gasten kan voorleggen. Dus doe dat. En toen ik ooit bij BNR begon, 15 jaar geleden, zeiden ze tegen mij: Maarten, een goede vraag heeft maximaal 10 woorden en een vraagteken. U komt daar wel uit. Ik heb direct een eerste vraag aan u. Namelijk, heeft u als eerder buitenlandse projecten bezocht? Nee, dat heb ik nog nooit gedaan. 1 keertje of meerdere malen. Laat het ons even weten. Bent u wel eens bij een buitenlands project geweest in het buitenland? Je bent dus sinds ruim een jaar dus gedetacheerd bij de Europese Commissie, Willem-Jan. Je hebt meegewerkt aan het opstellen van het EU klimaatadaptatiestrategie. Dat is onderdeel van de Green Deal van Frans Timmermans. Kun je ons even meenemen wat dat dan is? Ja, er is een aantal jaar geleden, een jaar of 7, was er een eerste strategie. Dat was in de begintijd voor de aandacht voor klimaatadaptatie. Maar er is natuurlijk afgelopen jaren zoveel duidelijk geworden over hoe snel ons klimaat aan het veranderen is. En het is niet meer de vraag of het veranderd is, vooral de grote vraag hoeveel en hoe snel. Ja. En het was dus hard tijd dat er een nieuwe strategie zou komen, die echt van de hele commissie, dus alle onderdelen van waar Europa maar over gaat, waar we met z'n allen aan wonen en werken, dat zit allemaal verbonden met die klimaatadaptatiestrategie. En daarin is uitgestippeld hoe Europa in 2050 klimaatbestendig gaat worden en ook hoe we dat gaan doen. Dus vooral, er zal meer geïnvesteerd gaan worden in kennis. We zullen gaan zorgen dat klimaatadaptatie overal een plek gaat krijgen, want alles wat we doen, waar we bouwen, de manier van landbouw, onze waterbeheer, heeft allemaal mee te maken. Dus dat gaat allemaal veranderen en vooral sneller. Hoe zie jij het spanningsveld tussen wat jullie in Europa kunnen doen en in Brussel kunnen doen, kennisontwikkeling, wetgeving maken, en datgene namelijk dat waterbeheer, dat heel iets lokaals en regionaals is, omdat de waterhuishouding eigenlijk lokaal en regionaal is. Nou, hoe leg je dan die verbinding? Sowieso, klimaatadaptatie is vaak heel nauw verbonden met water. Hè, omdat een groot deel van de effecten van klimaatverandering komen via de regen of via droogte of zeespiegelstijging. En ja, klimaatadaptatie is altijd lokaal. Dus het is heel belangrijk dat ieder op zijn eigen niveau goede actie onderneemt. Dus voor Europa betekent dat we lidstaten ondersteunen, regio's, maar ook lokale overheden, bedrijven. En er zijn dingen die Europa juist heel erg goed kan doen. Ja. En daar concentreren we ons ook op. Bijvoorbeeld heel veel met kennis stimuleren. Maar ook barrières in wetgeving wegnemen. Maar ook samen heel intensief samenwerken om bijvoorbeeld nieuw beleid te maken om de droogtes, die voor een groot deel van Europa steeds een groter probleem gaat worden, of de overstromingen van afgelopen zomer, dat we daar ondersteunen en samen met de lidstaten nieuw beleid gaan maken. Oké, ik stelde u de vraag, heeft u al eerder projecten in het buitenland bezocht? Nou, zo'n bijna 50% zegt meerdere malen. Dus we hebben een zeer ingevoerd publiek. En zo'n 40% van jullie zegt nog nooit. Dus het is eigenlijk helemaal verdeeld. Maar dat vind ik dus boeiend. Een groot deel van jullie heeft hier eigenlijk ervaring mee. En daarmee leg ik de lat voor de vragen van de kijkers 2 keer zo hoog. Want we hebben dus, ja, toch? Uiteraard. We hebben een ingevoerd publiek. En de eerste vraag komt direct binnen van Erik. Wat moet nou het Delta-programma anders doen volgens de EU-adaptatiestrategie? Dus zijn jullie al een link aan het leggen? Kijk het naar het Nederlandse Delta-programma vanuit de Green Deal en het adaptatieproject wat jullie aan het maken zijn in Brussel. Ja, kijk, een van de dingen, de klimaatadaptatiestrategie concentreert zich op alle mogelijke gevolgen van klimaatverandering. Het Delta-programma, waar ik heel veel waardering voor heb en ook met name in de samenwerking echt een voorbeeld is. Maar je ziet het Delta-programma, die richt zich vooral op de waterdelen. Dus het is wel interessant om ook die gezondheidsaspecten bijvoorbeeld wat mee te nemen. Of meer andere extreme weersomstandigheden. En daarnaast zie je vooral hoe we de verbinding met andere beleidsvelden. Dus bijvoorbeeld de landbouw. Heeft veel last van de gevolgen van klimaatverandering, maar de landbouw kan ook een hele belangrijke oplossing geven. Ja. Doordat we onze gebieden anders gaan inrichten, meer waterbuffering gaan doen. Mm-hmm. En dat is denk ik wel een belangrijke boodschap aan het Delta-programma. En misschien, last but not least, je kan ook heel veel van elkaar leren, want elk land is in Europa, maar ook daarbuiten, is aan het worstelen met de gevolgen van klimaatverandering. Zeg je dan eigenlijk dat wij het Delta-programma nog een beetje zoals het oude Delta-programma van de Delta-werken hebben neergezet, namelijk we moeten ons beschermen en dat we nog te weinig verbinding leggen met bijvoorbeeld vernieuwing van de landbouw, dalende bodems, het feit dat we meer verbinding moeten leggen tussen die andere complexe problemen die we in het landschap hebben.
Nou, ik ben wel heel positief over het Delta-programma, wat het allemaal al bereikt heeft. Maar als je naar de uitdagingen kijkt, dan is het, er zijn altijd wel wat heilige huisjes waar wat omheen wordt gelopen. En ik denk dat het heel krachtig is om al die beleidsvelden er wel goed bij te trekken. En agrariërs en hun belangen is een van de heilige huisjes. Nou ja, dat is natuurlijk, kijk, voor de individuele landbouwer, dat moet ook goed ondersteund worden. Want het is een transitie die we met z'n allen gaan doen. Ja, maar er zijn, en soms is het ook, je kan klimaatmitigatie en adaptatie ook heel goed verbinden. Ja. He, bijvoorbeeld, we pompen met z'n allen onze veengebieden, wat ongeveer een derde van Nederland is, naar beneden. Ja. En ja, dat is dat we weten allemaal dat het eindigd is. En toch stellen we zeg maar de maatregelen uit. Of het herstellen van beekdalen. We weten met z'n allen hoe belangrijk het is om weer natuurlijke beekdalen te krijgen. Want die zijn een goede buffer voor het water als het regent of als het droogte is. Het is ook heel goed voor de biodiversiteitsherstel. Maar je ziet actie, vergt moeilijk. Heel veel samenwerking. Verandering is lastig. Ja, Mariska, jij knikt steeds. Zulke herkennende thema's. Je bent zelf ook in Zuid-Afrika geweest. En als je dan terugkomt als professional in Nederland, dan neem je die lessen mee in je rugzak? Ja, zeker. Ja. Ja. En dat werkt echt zo. Er gebeuren daar dingen die wij... Ja, waar wij zelfs in het Nederland, het topwaterland, van kunnen leren. Ja, daar ben ik wel van overtuigd. Ja, los van, want daar gaan we straks volgens mij nog wel over hebben, hè, wat het dan qua technische oplossing allemaal inhoudt. Denk, in ieder geval als ik kijk naar mij persoonlijk, wat ik zo mooi vind aan het internationale werk, is dat ik dan hier in mijn werk, want we doen dit erbij, hè, als waterschappers. Ja. Dus ik heb gewoon een baan en ik denk, ik loop tegen een uitdaging aan en ik zit helemaal vast en dan gaan we naar Zuid-Afrika. En dan komt daar besef dat wij, ondanks die uitdagingen die we hebben, het toch wel heel goed geregeld hebben. En dat we echt een stuk relativering hoort er ook bij. Zeker. Van, ja, we lopen inderdaad voorop. Maar ja, dat is niet de enige les die we uit het buitenland willen halen, natuurlijk. Niet voorop, dat zou ik niet zeggen. Want er is nog heel veel dingen waar we wat van kunnen leren. Maar ik denk in ieder geval een stukje dankbaarheid en besef, wat ik mee terugneem daaruit, dat maakt het wel gewoon ook fijner om mijn werk te doen. Juist, nou, jij bent ook contactpersoon zeg maar tussen Nederland en Zuid-Afrika voor het project Blessbox Spruit. Ja, dat klopt. Afrikaanser gaan we het niet maken, zeg maar. Blessbox Spruit. Laten we daar eventjes samen naar kijken. Program, we're doing a project in Blessbox Spruit where we're standing now. Blessbox Spruit is a wetland. It used to have a RENSA status, which means that it is a very special wetland, but due to pollution, due to lack of reed management and the invasion of the water hyacinth, we're actually having a lot of water issues here. So we as the Dutch came over to give advice to the stakeholders. Like the mold is water hyacinths and these reeds grow in an uncontrollable way. They cause problems of flooding, and also some species can't use the wetland anymore like they used to. So yeah, basically those are some of the challenges that we're facing and trying to solve. We want to rehabilitate our wetlands because of the needs of the plants that used to grow in wetlands. And some they do not growing in the wetlands. It's just growing outside. It is not easy to get them here in South Africa. The cooperation with the traditional healers is, I think, very good for this project, because those people are of main influence within the local community. So the local communities listen to them. They have a kind of natural authority. And we were talking about working together where they can nurture their herbs and nurture their plants here in this area. So that for the local community, it becomes very important to preserve this area, to treat it with care and not dump their waste, for example, into the water, because they know if they will do that, this will affect the herbs that they will use as medicine. I think if you can have such a kind of synergy in things, where you can both benefit from both sides, that's a very beautiful thing. We have decided that we are going to mobilize communities so that they own the project. They will manage the removal of water hyacinth as well as the reeds. And they will harvest the product and use them for economic development. They will start businesses on those. They can use them for any other traditional uses as well. It's been a really nice project.
with a lot of stakeholders that have a lot of energy and are cooperating with us. Ja, prachtig. Dat moet een mooie en bijzondere reis zijn geweest om dat samen met hen te doen. Wat is nou het meest opvallende in dat project als het gaat over de samenwerking tussen overheid en locals, lokale mensen? Want uiteindelijk zit het beheer van die moerassen, dat is natuurlijk toch een soort van overheidsverantwoordelijkheid. En wat je ziet is dat in dit project dat het dus een gedeelde verantwoordelijkheid is. En ik denk dat dat ook raakt aan het filmpje wat we zagen in Ghana. En wat hij net vertelde is dat je merkt dat in Zuid-Afrika de betrokkenheid en de intrinsieke motivatie van de lokale bewoners, van mensen die echt in dat gebied leven en werken, gewoon ontzettend groot is. En dat is niet alleen iets wat je in Blessbox Spruit ziet, maar ook ik schakel een beetje naar Engels. No worries. Please continue. Thank you. Go ahead. Ook in het andere project dat we in Zuid-Afrika doen, de Musanduzi River, waar je de EnviroTerms hebt die zich verenigd hebben om de waterkwaliteit van de rivier beter te maken. Yeah. Nou, dat zie je nu ook gebeuren in Blessbox Spruit. In het filmpje, en het mooie is, ik zie dit nu, en het is, nou ja, het was voordat corona begon, opgenomen tijdens een van onze laatste reizen die kant op. En we hadden bepaalde ideeën en we hebben die samenwerking opgezocht met die traditionele genezers. Maar je hoort ook aan het einde dat onze counterpart daar zegt, ja, we willen kijken of we de bedreigingen daar, dus die waterhyacint, of we dat kunnen gaan inzetten. Ja, Jan Dogge schrijft, kun je de waterhyacint ook ergens voor gebruiken? Nou ja, precies, geweldig. Je wordt op je wenken bediend. Klopt. En dat is inderdaad wat we zijn gaan doen. Dus we hadden een visie, we willen die bedreiging, dat probleem, willen we eigenlijk gaan omzetten in een business case waarmee we ook nog het leven van die lokale bevolking beter maken. En hier op de foto zie je ook dat we die waterhyacint aan het oogsten zijn, als testmateriaal om daadwerkelijk producten van te gaan maken. Maar worden dat dan een natuurlijke kruiden voor de traditional healers? Of worden het worden gewoon producten die mensen kunnen gebruiken? Ja, dus het is iets wat toegevoegd is aan de kruiden van de traditional healers. Maar wel in diezelfde filosofie. Dus je ziet hier dat ze dus van die gedroogde waterhyacint een design kattenmand aan het maken zijn. Nou, en we staan nu dus op het punt, we hebben een aantal pilotprojecten gemaakt, een aantal producten met mooie eindresultaten gezien. Oh, en heb je katten, hè? Nee. Ja, maar dit is best wel gaaf. Dus dan hebben ze een kleine business case, kunnen ze maken. Precies. Ja, dit is dus echt. Ja, ik vind het dus echt heel erg tof ook. Ja. En we gaan nu, toevallig vliegen we zaterdag die kant op. En gaan we dus een pilot draaien met de eerste training. En het idee is dat we dan in februari lokale mensen daar gaan trainen om waterhyacint te gaan gebruiken om hun eigen producten te maken. Ja. Maar dan is het toch, als ik het goed beluister, je kent ook de projecten in Zuid-Afrika, ze hebben jou gehaald om de Nederlandse kennis daar naartoe te brengen. Maar het punt is dus juist, lukt het ons ook om kennis van hun onze kant op te halen? Nou ja, en dat denk ik, als je kijkt naar dit project, en in Ghana zagen we dat ook terug, die samenwerking tussen de lokale bevolking en de overheid is daar gewoon heel sterk en is ook een bepaalde noodzaak om dat te doen. Ja. En daar kunnen wij als Nederland echt wat van leren, denk ik. Bas die vraagt de lokale bevolking die het zelf uitvoert en daar de vruchten van plukt, bijna letterlijk, hè, die hier zitten. Ja. Is dat een les die je hier kan toepassen? De vraag is, hebben wij te veel instituties gemaakt en zijn we niet meer in staat om dat toe te passen? Nou ja, wij hebben alles zeg maar in een soort protocollen-terreur neergezet met elkaar. Wij worden allemaal. Dag, schrijf ik even op. Ja, nee, maar dat is. Alles moet daar via modellen en protocollen lopen. En wij denken, als we die maar blijven volgen, dan gaat het goed met al onze programma's. Ja. Nu valt met de microfoon even af, dat hebben we geregeld. Ja. Maar het knappe is, je hebt toch geen andere keuzes daar. En voor een ander deel is het zo dat het weer is daar veel extremer al. En die extremiteiten krijgen wij misschien ook wel hier. Ja. En daar vindt men al, uit de werkelijkheid, dat hebben we vanochtend ook gehoord, hè, die werkelijkheid is altijd sterker dan onze modellen, uit de werkelijkheid van antwoorden om erop te anticiperen. Ja, want die lokale community doet het daar echt zelf. Die moeten het ook zelf doen. Ja. Er is ook niemand. Ja, de overheid faciliteert echt. Ja. Dat is eigenlijk het idee waar wij als BV Nederland naartoe willen. Dus een faciliterende overheid zie je daar dus al gebeuren. Ja, dat is een politieke keuze overigens, hoor, of je dat wel of niet wil. Oh. Ja. Er zijn nog partijen die dat heel anders zien. maar dat zou je kunnen willen. Ja, dat begrijp ik. Is dat iets voor de Europese Unie? Kijk eens daarnaar dat het een positieve ontwikkeling zou zijn als landen, gebieden, lokale communities zelf verantwoordelijkheid gaan nemen voor klimaatadaptatie bijvoorbeeld? Ja, sowieso. Dat is in ieder geval een belangrijk onderdeel van de strategie. Okay. Is
juist lokaal met bedrijven en de mensen die er wonen, om daar die echt centraal te stellen bij adaptatie en ook te ondersteunen. Dus dat is belangrijk. En misschien ook goed, want dat was precies ook het punt, de strategie is niet alleen voor Europa, maar heeft ook juist de ambitie om de samenwerking met landen buiten de rest van de wereld, zeg maar, te versterken. En daar zit dit ook heel sterk in. Dus ja. Nee, ook wel compliment voor wat Nederland en de waterschappen hier in de lead hebben opgepakt. Ik denk dat dat ook echt internationaal wel gezien wordt, inderdaad, van manier van samenwerken en helpen. Maar tegelijkertijd, zoals je zelf ook zegt, het blijft zeker met open ogen, maar volgens mij geven jullie dat ook aan, van wat kan je inderdaad terughalen in Europa en ook in dit geval in Nederland, van wat er in het buitenland allemaal gebeurt. Ja, nou Farhad die legt eigenlijk een paradox neer in zijn vraagstelling, beste mensen. Namelijk gebeurt leren uit het buitenland, waar deze sessie over gaat, we willen heel graag leren uit Zuid-Afrika, ook op een systematische manier in Nederland. Ik krijg toch weer een protocol. dat is interessant. En hoe zit dat eigenlijk met dit vraagstuk in de Blue Deal? He, dus zijn we in die Blue Deal met die 14 landen die daar nu in samenwerken, dit systematisch aan het organiseren, dat we van elkaar leren? In die zin dat we leergemeenschappen creëren en dat we dat ook delen. Ik denk dat Mariska haar werk ook deelt met collega's in Colombia of Vietnam of andere landen. Dus dat gebeurt, denk ik. En wat ik ook zie, in ieder geval, en dan spreek ik voor mijn eigen waterschap, ik zie dat mijn mensen die naar het buitenland zijn gegaan terugkomen en dat delen met noemen lunchsessies, bij ons in het waterschap. Hans Waals, die helpt je, die zegt dit is juist een van de speerpunten van de Blue Deal. Nou, dan, dat klopt inderdaad. Hans die zit ook in Zuid-Afrika. Dankjewel, dus, een van de dingen die we in Zuid-Afrika dus over de projecten heen proberen te doen met een leerstrategie, is juist de lessen, generieke lessen uit een project te halen en die breed uit te rollen in Zuid-Afrika. De hele coronatijdperk heeft ons daar een beetje bij geholpen. Want een van de voorbeelden is dat we een webinar hebben georganiseerd over de waterhyacint. Hoe kan je het bestrijden? Maar ook de business case hebben we gepresenteerd daar, dat je er ook producten van kan maken. Ja. Nou, en dat was vanuit allerlei experts in Zuid-Afrika druk bezocht. Dat was een groot succes, maar we hebben ook onze Nederlandse collega's natuurlijk uitgenodigd en de link doorgezet. En daar leg je gewoon een hele mooie verbinding, denk ik. Juist. Dankjewel. Bij Rijkswaterstaat hebben we leren uit het buitenland systematisch georganiseerd. Zegt Erik dat als toevoeging. Ik wil jullie heel graag een stelling voorleggen en natuurlijk ook mijn tafelgasten. En die luidt, ik probeer toch die scherpte nog even te zoeken. Het feit dat Nederland voorop loopt, in watermanagement, hindert ons om goed te leren van het buitenland. Is het eigenlijk hindert het ons dat we misschien toch een beetje arrogant door de wereld lopen en zeggen, we are the water managers of the world. Dus die stelling leg ik jullie heel graag voor. Ik ben zeer benieuwd. Lopen we eigenlijk voorop? Is dat jouw ervaring wel? Ja, nee. Ik denk dat we op een aantal terreinen echt ook wat uit het buitenland kunnen leren. En ook op technisch terrein, op het technisch gebied echt wel. Want wij denken, we hebben de beste universiteiten. Jawel, maar niet op alle terreinen. Dus daar kunnen we echt wel wat van leren. Maar één ding waar ik denk waar we echt wat van, waar we echt wat te bieden hebben, dat zit vooral in de governance. Van hoe je de maintenance en het onderhoud van allerlei projecten op langere termijn doet. Want we zien heel veel projecten in het buitenland via de drie slag: design, beeld, neglect. Ja. En wat maken we in Nederland? Design, beeld, maintain. En dat is governance. Dat we op de lange termijn kijken, dat we er een monitoringsprogramma om hebben, dat we er geld onder hebben, et cetera. En dat is iets waar de rest van de wereld, denk ik, en dat is niet alleen op water, en dat doen we op heel veel terreinen, iets van kan leren. En doordat we die maintain-strategie hebben, blijft het weg bij de lokale bevolking? Blijft het weg bij... Nou ja, dat is het risico. Hè. Daar leg je echt wel de vinger op een zere plek, want we trekken het voor een deel in de functionaliteit en houden het daarbij. En dan ontzorgen wij mensen daar ter plekke. Ja, wij worden natuurlijk in dit land de hele dag ontzorgd. En voelen mensen zich niet meer verantwoordelijk en hebben ze snel zoiets van, ik schuif het af. Ja. En dat is iets waar we in het buitenland van kunnen leren. Dat we zeggen, die mensen kunnen dat niet, hè? Dus die hebben die verbinding met elkaar van nature nog veel meer. Daar zit voor ons iets waar we met open ogen en open hart naar moeten luisteren. Hoe kijken de Zuid-Afrikaanse projectpartners dan naar jou als Nederlandse waterspecialist? Ja, dat is heel leuk, want wij gingen daar dus ook met het idee van, we komen onze specialismen daar brengen. En toen kregen we met die waterhyacint te maken. Nou, het was best een zoektocht om iemand op Nederlandse bodem te vinden die wat wist van de waterhyacint. En Wageningen gebeld. En uiteindelijk kwamen we erachter dat de kennis in het land zelf zat. En onze rol was daar met name verbinden. We werken in het project op regionaal niveau, maar we hebben daarboven ook een nationaal netwerk, ook met kennispartijen en ministerie. En dat hebben we juist aangeboord om die mensen met elkaar
te verbinden. Ja. Maar goed, we hebben hier in Nederland, dat is een voorbeeld wat je al eerder met mij deelde, rivierkreeftjes, die horen hier niet, hè, toch, in het water? Die zijn, zijn toch exoten? Niet die Amerikaanse. Oh, die Amerikaanse. Ja, Amerikaanse rivierkreeftjes. Ja, nou, ik had het daarover met een collega, want ik vertelde wat wij in Zuid-Afrika deden. Hij zei, ja, dat is een interessant idee. Hij zegt, nou, wat wij vroeger wel eens deden met de studie, dan haalden we gewoon die rivierkreeftjes eruit en dan maakten we daar een granadecocktail van, bij wijze van. Ja, dus en die aten ze gewoon op bij case, de borrel. We zouden een business case kunnen maken van het bestrijden van de Amerikaanse rivierkreeftjes. Nou ja, maar dat gebeurt ook al, hè? Oh ja? Ja, ja, in Nederland steeds meer initiatieven van onderop. Dus veel aandacht voor voedsel, terecht. Enorme milieuvoetafdruk. Maar juist dit soort innovaties. En die rivierkreeft wordt gevangen en in restaurants, vaak in kleine restaurants, al aangeboden. Willem-Jan, de stelling, het feit dat Nederland voorop loopt, hindert ons om goed te leren van het buitenland. Het publiek zegt, ik ga jou even nutje, 70% is het ermee eens en 30% is het ermee oneens. Dus het publiek is wel eerlijk naar zichzelf. Ja, dat is een soort hindering. Ja. Hoe ervaar je dat in de Europese samenwerking? Nee, ik ben het mee eens. En misschien is het omdat dit de mensen die nu kijken al geïnteresseerd zijn. Dat hebben we ook al geleerd. Nee, maar dat is denk ik wel interessant. Want ik denk, ik ben het sowieso heel erg sterk met de stelling eens. Omdat namelijk leren is vooral een houdingsaspect. Hè. Als je bereid bent je houding zo te veranderen dat je open staat voor anderen, doe je jezelf eigenlijk een enorm cadeau. En ik ben wel van mening dat Nederland veel mensen vaak zichzelf blokkeren. Door te denken dat we zo ver voorop lopen, dat we eigenlijk niet meer kunnen leren van anderen. En dat we vooral geïnteresseerd zijn, we willen best wel een keer uitleggen wat we doen. Ja, dan helpen we de anderen. Terwijl daarmee doen we ons denk ik eigenlijk het meest tekort. Want het is echt niet meer zo in Europa dat wij op al die terreinen, op watergebied of klimaatadaptatie of mitigatie voorop lopen. Echt niet. Ook niet op ruimtelijk gebied. Moeten we dan even een snel rondje maken? Dat iedereen eventjes zijn belangrijkste leerpunt uit het buitenland noemt. Ja, wat we gewoon ook nodig hebben in Nederland. Maar trap eens af. Ja, ik blijf toch wel bij dat business case idee. Het business case idee. Dat leg je hier op tafel. Je zegt, dat moeten we nou echt uit het buitenland gaan leren. Nou ja, dat is wel. Kijk, wij hebben in het buitenland heb je de noodzaak eigenlijk van die bevolking nodig om het draaiende te houden. Dus wat wij willen is dat we willen verbetering aanbrengen in dat gebied die duurzaam is. Dus als wij weg zijn, willen we dat het doorgaat. Ja. Nou ja, dat kan je of in een governance structuur, een overheidsstructuur vatten, of je maakt er een business case van. Nou, en ik denk met die ogen er eens naar te kijken. Ja, dat is interessant. Daar zitten wel kansen. De wateroverlast, we zitten in Maastricht, notabene vandaag. Oh. De wateroverlast die we hier van de zomer hadden. Ken jij lessen uit het buitenland waardoor we daar beter of anders mee om waren gegaan? Ik wil daar niet mee een waardeoordeel aan geven. Maar ik zie wel dat andere landen, bijvoorbeeld zoals dichtbij Engeland, die hebben een andere strategie gekozen. En ook heel snel in een handelingsperspectief schieten de lokale bevolking nog los van de instituties, zoals waterschappen. Ja. Dus je zei het net zelf al, hè, die ontzorging voorbij. Dat mensen zelf ook weten, ik moet handelen. Want als klimaatverandering ons iets leert, is dat het ons eigenlijk in het hart van ons denken treft. Namelijk dat wij niet alles meer naar onze hand kunnen zetten. Dat we de maakbaarheid voorbij moeten komen. Ja. We hadden ooit een minister die zei, je moet een noodpakket op zolder leggen. Er werd toch een beetje lacherig over gedaan. Ja, jongens, toen. Ja, maar dat is, nou ja, dat is wel interessant om nou ja, bij wijze van spreken, om een bewustzijn te vergroten bij jezelf. Maar het allerbelangrijkste is dat je zelf ook handelingen doet in je huis, doordat je niet weer, wat gebeurt voor een deel, weer pakketten in je vloer legt. Ja. Terwijl je weet dat het weer kan overstromen. Ja, precies. Of van dat pakket wat eruit ziet als pakket, maar wat eigenlijk laminaat is. Vernieuw. Maar goed. Hoe zie jij dat? Zeker. Wat leggen we nou op tafel als les uit het buitenland? Nou ja, ik denk dat het voorbeeld van dat noodpakket, volgens mij Schultz van Hagen 15 jaar geleden ging naar die Katrina, ging ze naar New Orleans en die kwam echt onder de indruk terug ten eerste van de enorme ravage, maar waar ze ook mee terugkwam, en ik denk dat we sindsdien daar zeker wel lessen geleerd hebben, maar nog wel veel lessen nog te leren hebben, is dat zij erachter kwam dat in de VS enorm goed de noodhulp goed georganiseerd is. En wij zijn zo goed beschermd, wij kiezen heel veel voor het voorkomen van overstromingen, dat is ook een hele goede inzet, maar daarna, het kan fout gaan.
En daar kunnen wij bijvoorbeeld uit Amerika enorm goede lessen leren. Nou ja, het tekort aan die zeebedden in Nederland, wat er structureel dus blijkt te zijn. Dat is ook een voorbeeld van dat de noodhulp niet in orde was. Nou ja, en dan kom je bij een tweede. Dat is, misschien zit dat dit voorbeeld met... Het heeft heel veel te maken met veerkracht en robuustheid. Ja. Als je gewoon extra nood-IC-bedden hebt, dan is dat natuurlijk een investering die je meestal niet benut. Nee. Maar het is wel robuust. Ja. En je ziet eigenlijk ook voor met water en de extremen van klimaat omgaan, heeft heel veel mee te maken, richt je je landschap, je steden zo in, dat er een extreme situatie, dat niet meteen alles heel kwetsbaar is. En ook dat er veerkracht is, dat je ook snel terugkomt. Mm-hmm. En ja, daar hoort bijvoorbeeld wel in, altijd een gevoelig issue, bouwen vlakbij bij het water. Ja. En vanochtend hadden we al of in het voorbeeld polder op min 6. In de polder. Ik heb zelf nog een tweeter uitgegooid vanochtend, ik kon niet laten. Maar 15 jaar geleden hadden we Westergouwe op bijna dezelfde plek. En toen hebben we met z'n allen eigenlijk politiek gezegd, dit zou de laatste keer moeten zijn. Ja. Ja. En toch sluipt het er weer in. Ja, het sluipt in. Hetzelfde geldt hier vlakbij langs de Maas en langs de andere rivieren. Dus altijd bij Arnhem. Men wil toch graag het liefst bouwen. Het is goedkope grond, het is ook maar vlakbij het water. Totdat het fout gaat. En dan, dus die lessen kunnen wij echt uit het buitenland leren. Goed, ik heb nog een vraag aan u. Namelijk, welke les uit het buitenland zou jij voor je Nederlandse project kunnen gebruiken? En er zijn vier keuzes, dus kijk eens even. Samenwerken met de lokale bevolking. Business case waar we het over gehad hebben. Financiering, hebben we helemaal niet besproken. Maar wellicht is dat in het buitenland, loopt dat ook wel eens anders dan hier. Of anders, vul dat nog even in. Er komen meerdere vragen binnen over die Blue Deal. Namelijk, wat zijn nou die leerdoelen ervan? En ik begrijp dat het eigenlijk geen samenwerking is die opgezet is tussen de waterschappen en Rijkswaterstaat. Maar dat het een beetje anders zit. Maar wat zijn de belangrijkste leerdoelen van de Blue Deal? Nou, de belangrijkste leerdoelen die zijn dat we 20 miljoen mensen proberen te helpen in 2030 voor veilig, voldoende en schoon water met elkaar in een samenwerking. Wereldwijd. In deze 14 landen, of 15 landen, in 16, 17 projecten. En dat we dat in samenwerking doen. Dus dat is dat het een wederkerigheid heeft. En dat is iets wat we, dat hebben we net allemaal al aangeraakt en benoemd. Daar hebben we met elkaar nog stap in te zetten. Ja, maar je zegt steeds we, maar dat is dan vanuit de landenorganisatie? Sorry, of vanuit... dat is vanuit een coördinatie van alle waterschappen in Nederland, 21 waterschappen, de ministeries, INW en Buitenlandse Zaken en de partijen aan de andere kant, in de andere landen. In de andere landen. Ja. En die 14 landen zitten daar met een gelijkwaardige relatie in? Ja, daar ter plekke. Hè? Ja, dit is niet per se een ontwikkelingssamenwerkingsproject heel erg vanuit Nederland en we komen daar eens even de boodschap brengen. Nee, onze counterpartners daar zijn eigenlijk de waterschappen daar. Ja. Jan vraagt, hebben wij überhaupt een response force nodig voor als het misgaat met water? Het blijft het ad hoc brandweer, leger bijschakelen. Ik bedoel, dit is strategie, dat is ook politieke keuze. Hè? Van hoe we maar misschien toch... We hebben civil protection bij noodhulp en brandweer en we hebben de veiligheidsregio's. Maar juist die, dat weet ik ook, daar wordt aan gewerkt. Een groot deel is de voorbereiding. Ja. Voorbereiding van hoe je met elkaar ook goed oefenen. Communicatie bleek afgelopen zomer, met name ook in België en Duitsland, daar is heel veel niet goed gegaan. Er wordt gelukkig geëvalueerd en... Maar daar kunnen we denk ik ook hier in Nederland zeker ook lessen van leren. Dus dat is ook al zo'n voorbeeld van als het in het buitenland fout gaat en wat je daarvan kan leren. En misschien een laatste nog, Kopenhagen, in de waterwereld toch wel bekend, maar toch. Die hebben twee keer een extreme regenval die eigenlijk bijna niet zou kunnen. Twee keer binnen een paar jaar over zich heen gehad. Die stad is volledig omgegooid in hoe ze met hun stad en de ruimte omgaan. En ik denk dat bijvoorbeeld al voor Nederland... Ik weet dat er wel wat lessen geleerd worden, maar we kunnen daar bijvoorbeeld nog veel meer leren, denk ik. Mag ik even aanvullen, want ik ken een beetje het Duitse verhaal, heel kort. In Noord-Rijn-Westfalen zijn 4 mensen verantwoordelijk voor het hele hoogwater in het land, van 18 miljoen. En wat zij dus niet hebben, en dan komen we toch even op die financiën van jou, is dat zij een waterschap, een rijkswaterschapstructuur hebben, waar met eigen belastinggeld, dus geld wat ook gewoon geoormerkt is,
dat missen ze in Duitsland, dat missen ze eigenlijk in alle landen ter wereld. Dus ja, ze moeten altijd concurreren met zorg, ja. met onderwijs, ja. met infrastructuur. Dat is dus iets wat andere landen weer van Nederland kunnen leren. De vraag is inderdaad, welke les uit het buitenland kan je voor jouw project gebruiken? Nou, 36% van jullie zegt samenwerken met de lokale bevolking, 30% de business case. En 25% ziet het ook anders. Ik wil jullie enorm danken, Mariska van Rijswijk. Je vliegt zaterdag naar Zuid-Afrika. Ja, klopt. Wat ga je doen? Wij gaan onze counterpart dus daar weer ontmoeten. Fijn, na COVID. We hebben dus echt bijna 2 jaar digitaal samengewerkt. Ja. Dat was een uitdaging en het blijkt toch dat menselijk contact wel heel erg goed is om een band aan te scherpen. Hele goede reis, Willem-Jan Goossen. Dankjewel dat je hier aan tafel was. Die samenwerking tussen Rijkswaterstaat en bijvoorbeeld de Engelse waterautoriteiten, die heeft ook zijn impact gehad in de crisis die we hier in Zuid-Limburg hebben gehad. Maar laten we maar eens eventjes kijken naar hoe die samenwerking er ook uitziet. Deze deelsessie, onderdeel van het Delta-congres, waar we het hebben over het leren uit het buitenland. Blijf meedoen, stel je vragen via de chat. Dankjewel, superleuk dat er zoveel vragen binnenkomen. Bij mij aan tafel, Ellen Minkman, onderzoeker aan de TU Delft. Van harte welkom. Ellen te Boekhorst, stakeholder manager hoogwaterbeschermingsprogramma Waterschap Limburg. Voor jou een thuiswedstrijd? Ja, ik kom uit Nijmegen. Dus ja. Maar desondanks, fijn dat we hier mogen zijn. En jij werkt ook samen met Columbia, een van de redenen dat je hier aan tafel zit. Bart Vonk is coördinerend adviseur waterkennis en leefomgeving bij Rijkswaterstaat en werkt ook samen met Engeland, onder andere. Gepokt en gemazeld in de internationale samenwerking, kunnen we wel zeggen. Datgene wat we net hebben bekeken is ook een van de dingen waar jij actief bij bent. Het filmpje wat we zagen is ook ingestuurd voor de International Excellent Award Flood and Coast Conference 2021. Jullie willen zelfs meedoen aan de prijzenwedstrijden. Ja. Om erkenning te krijgen. Ja, vandaag hebben we er ook eentje gehaald. Dus. Je zegt het zelf, ik wilde je een voorzet geven. Want het Delta-congres deelt elk jaar een zonnetje uit voor een beste project, een fantastisch voorbeeld. En het zonnetje heb jij net gewonnen. Dat hebben we vanmorgen mogen ontvangen, ja. 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 Living Lab, Hedwige Prosperpolder. Mooie samenwerking, Engeland, Frankrijk, België en Nederland. Ik kwam net al even voorbij in een van de vraagstellingen van de kijkers. Die zeiden, Hedwige Polder is ook een mooi voorbeeld van leren uit het buitenland. Ja, juist. En met het buitenland. Mm. Maar komt dat nou doordat die polder, die Hedwige Polder, op de grens van Nederland en België ligt? Of is die samenwerking dus breder dan dat? Hij ligt toch... Ja, hij ligt precies op de grens. Ja, daar gaat het hele punt De Delta-commissaris is daar bezoek geweest en we hadden daar echt zo'n soort Oost-Duitsland-situatie. Dat de ene tent en de andere tent was COVID. Hij heeft ook geen stap over de grens gezet en de Belgen ook niet naar ons toe, want die volle camera's erop.
Maar inderdaad, de grens loopt er precies overheen. Dat voelt me heel goed. Noord- en Zuid-Korea, maar dan krijg je toch echt geen hele positieve associaties bij. Dat was even wel een beetje het beeld. Maar als je daar staat op die grens, je kijkt naar links en zie je een Belgische dijk. En die ziet er echt anders uit als je naar rechts kijkt en je ziet een Nederlandse dijk. En het is niet dat die ene dijk slechter is of de andere, maar hij is anders. En dat alleen al dat gegeven. Want er is een andere, hoe noem je dat, geschiedenis in ingenieurs? Ja, zo? Kijk, bij ons zie je gewoon een strakke dijk, geen begroeiing erop, een flauwe buitenluut, want een zeegolf heeft gewoon remming nodig. En bij hun is het een hogere dijk, iets steiler taluut. En ik zeg nogmaals, niet fout of goed, maar je ziet wel veel begroeiing aan de binnenkant, wat wij absoluut niet zouden willen. Ja. Maar beide stukken liggen er al heel erg lang zonder schades dus. Even terug naar wat we net hebben gezien, ook een samenwerking met Engeland. Waar gaat dat precies over? Ja, ik ben onder andere ook trekker van het hoofdkennisveld waterveiligheid binnen Rijkswaterstaat. En ik zeg kennis is, wij zijn nogal we zijn nogal normen, we zijn net protocollen. Nederland is daar heel erg sterk op, maar kennis ook ervaring en vaardigheid hebben. En houding en gedrag, formule van Mathieu Weggeman, is niet van mij. Maar wij, de laatste keer dat we hoogwater hebben gehad, ja, nou, behalve in juni dan, is 1995. Dus je hebt een hele generatie mensen binnengekregen die geen ervaring en vaardigheid hebben met daadwerkelijk handelen tijdens een hoogwater. En dat intrigeert mij. En denk, maar in het buitenland kunnen we die ervaring wel opdoen. Dus we hebben met de Engelsen een memorandum of understanding, met de Amerikanen ook. En ik heb eens een keer ons Levy Safety Partnership ingebracht van, goh, zouden wij nou bij een hoogwaterskip bij jullie op bezoek kunnen gaan om gewoon te leren hoe je dat aanpakt. Ja, ze zitten erop te wachten als ze een crisis aan het managen zijn. Nou, nee, ze zitten niet te wachten op ons, hoor. Nee, ze zijn heel erg goed in staat om hun crisis te managen, maar ze bieden ons wel platform om te komen. En dat hebben we nu ook echt al vele keren gedaan. En ze zijn ook bij ons geweest, bij oefeningen. Laatst, ik was voorzitter LCO tijdens de hoogwater Maas. Hebben twee Engelsen ook als vlieg op de muur meegekeken in de teams. Hè, het voordeel van toch COVID, dat je met digitaal werkt. Hebben we gewoon meegekeken. En uiteindelijk geven we elkaar... Dus de crisiscentra waar elke journalist graag ook naar binnen zou willen lopen. Mocht zeg ik even namens meekijken. Mijn collega's. Daar mochten zij vanuit Engeland via teams meekijken om te leren. Maar andersom leer jij in Engeland. Ja, ik heb een half jaar geleden bij hun mee mogen kijken. En dan met de Golden Commander. En dat is toch wel bijzonder dat je als Nederland gewoon met hem. Want daar is iets anders voor georganiseerd. Daar is de politie is daar hoofd van de crisisorganisatie. Geeft in ieder geval betere titels. Ja, Golden Commander hebben ze daar dan. Ja, toch? Mochten wij ook meekijken. Zolang je maar je mond houdt en stil bent. Ja. Maar de kracht is dat we na afloop elkaar altijd feedback geven. Eerlijke feedback. Hè. Dus dat zeg ik, kameraadschap, vriendschap. We zijn in staat eerlijk te zeggen... Yo, dit ging goed, maar dat zou ik echt anders hebben gedaan. Ja, wat hebben de Engelsen tegen jou gezegd over de crisis hier in Zuid-Limburg? Wat hun opviel is dat wij wel hebben over kans van overstroming, maar niet over de gevolgen. Dus zij communiceren heel snel 400 properties flooded, but 1400 protected. Okay. En dat doen wij eigenlijk niet. En dat verbaast hun. We zeggen alleen maar wat er overstroomt. Ja, maar we hebben miljarden geïnvesteerd in ruimte voor de rivier. En je mag dus tijdens een crisis ook meteen, hè, dat zeggen ze ook, think big, act early, be visible. Hè, dus wees ook zichtbaar. Je kunt dus die 1,5 miljard ook uitdrukken in van... Goh, wat hebben we dan daarmee nu beschermd? Nou, dat is niet helemaal waar. Journalistiek gezien is er best wel veel geschreven over het feit dat... als er ruimte voor de rivier niet was geweest... dat deze hoogwatercrisis veel ernstigere gevolgen had gehad. Ja, klopt. Dat is wel in de media geweest. Dat is na afloop. Maar tijdens een crisis zouden wij van de landelijke coördinatie... dat soort boodschappen ook al kunnen gaan meegeven. Ja, en dat vinden we niet passend eigenlijk. Ja, ik weet het. Misschien in onze cultuur. Nee. Dat we verstoppen de grootste dingen, verstoppen we heel klein. Zijn we misschien ook niet zo trots op. Ellen, je hebt onderzoek gedaan naar hoe verspreidt het Nederlandse waterkennis zich. Klopt. Nou, wat valt op? Van alles. Ik heb in mijn promotieonderzoek aan de Erasmus Universiteit me vooral gericht op het adaptief delta management en overstromingsbeheersing. Ja. Hoe dat eigenlijk het Nederlandse model een inspiratiebron kan zijn voor andere landen. En iedereen had het over leren, zowel aan andere landen kennis delen als ophalen. Maar wat er nou precies op te halen valt, dat blijft, blijft een beetje in de lucht hangen. Het zit misschien wel in mensen hun hoofd, maar het wordt niet concreet. Dus het gaat alleen maar over intenties? Niet alleen maar de intenties zijn heel duidelijk. Maar wat er dan precies geleerd wordt en hoe, is minder duidelijk. Waarom is dat een probleem eigenlijk? Omdat de doelstelling er wel is. De doelstelling is om zowel kennis te brengen als te halen. Ja. Die doelstelling is er niet voor niets. Dat, zit ook in de Blue Deal bijvoorbeeld. Precies. Ja. Dus op het moment dat je daar dat niet concreet weet te maken, dat niet weet
te delen binnen de Nederlandse gemeenschap, ja, dan loop je gewoon kansen mis. Jullie hadden het net aan tafel over van, wat neem je nou mee uit het buitenland, wat kan je nou leren? Ja, dat zijn hele individuele lessen. Mm-hmm. Maar hoe kan je dat nou in een organisatie laten doorwerken? Ja, we moeten toch in de protocollenterreur ergens terug. Nee. Het moet breder landen. Want dan Precies, heb je er ook meer aan als je zo'n internationaal project doet. Doe je ook aanbevelingen in je promotie? In mijn promotie nog niet. Maar we zijn nu met een onderzoek bezig met de Unie van Waterschappen rondom de Blue Deal en het Waterworks Consortium met de waterbedrijven om te kijken van, ja, wat wordt er nou concreet geleerd? En hoe werkt dat door in de organisatie? En wat belemmert dat? En wat stimuleert dat leren? Ja, ja. En daar heb ik wel in mijn proefschrift al wat dingen over gezien. Enerzijds dus die belemmering van, het zit in mensen hun hoofd. Hoe krijg je dat nou expliciet? Maar ook, en dat geldt dan vooral voor Delta Management. Dat is een klein groepje mensen eigenlijk die internationaal rondcirculeert. Mm. Waardoor de verbinding met de Nederlandse organisaties eigenlijk heel zwak is. En dat zie je dus bijvoorbeeld bij de waterschappen wel heel sterk. De mensen die internationaal actief zijn, hebben ook gewoon een baan in Nederland en kennen de Nederlandse organisaties. Ja, en kunnen ook via de Unie, dat is dan toch weer een instituut, die kennis weer verder verspreiden. Er is niks mis met instituten, er is niks mis met protocollen, alleen is waar geef je ze een plek in je werk. Ja. Maar dit is interessant, dus datgene wat zij onderzoekt en onderzocht heeft, ja, dat is voor de Blue Deal, dat zet jullie op scherp. Nee, dat is denk ik een hele goede aanvulling op en graag. Ook gewoon, laat je zelf maar eens onderzoeken. Hè. Doe je de dingen wel goed? Want ik denk dat we heel veel dingen benoemen. En dat we netjes opschrijven. En dat in de praktijk het toch weer net even anders loopt. Dus daar mogen we heel eerlijk in zijn met elkaar. Maar dat is een van de dingen die wij in de Blue Deal hebben gezegd. Wij gaan geen professionals alleen maar voor de Blue Deal aannemen. De professionals komen allemaal uit die 12.000 mensen die bij de waterschappen werken. Ja. En die wisselen ook. Dus we willen niet hebben dat daar een organisatie los van de waterschappen gaat ontstaan. Maar het moet een onderdeel van de waterschappen blijven. Ik denk dat het met Rijkswaterstaat precies hetzelfde is. Hè? Zodat je die kennis die je daar individueel ophaalt, en dat is gewoon zo, daar heb je gewoon een punt, dat je die toch in die organisatie kunt borgen. Maar goed, daar moet je wel wat voor organiseren. Ja, interessante les. Ellen te Boekhorst, de gebiedstrekker in Colombia namens het waterschap Limburg. Wat is dat voor project? Colombia is eigenlijk volgens mij wel een van de grootste projecten binnen de Blue Deal. We hebben vijf verschillende partners vijf verschillende regio's waarin we samenwerken met verschillende partners per regio. Ik zelf ben dan specifiek trekker voor één zo'n regio waar we drie partners hebben. En dan op een specifiek thema, governance, water governance eigenlijk. Daarnaast zijn er nog zes andere thema's waar we op samenwerken. Ja. Nou, we hebben ook een paar foto's meegenomen, laten we daar naar kijken. Want wat zijn dan, we hebben het hier over leren uit, het buitenland. Wat is een les die je al uit Colombia hebt gehaald? Deze foto die laat eigenlijk afgelopen werkbezoek zien in september, toen ik in Colombia was. Een stakeholder bijeenkomst ergens in de bergen. Op een voetbalveldje. basketbalveldje. Maar het is eigenlijk een agrarische gemeenschap die best wel ver van de urbane omgeving zit. Heel sterk afhankelijk is van het water in die omgeving. En je merkt dat daar gewoon best wel een spanningsveld is tussen het stedelijk gebied dat het water wegtrekt uit dat gebied wat zij ook nodig hebben. En eigenlijk verder niet zoveel teruggeven aan het gebied waar ze dat water uithalen. En je merkt dat daar gewoon best wel een frictie zit tussen die gemeenschappen. En wat ik zelf daar dan best wel bijzonder aan vind is de manier waarop zij... de overheid waarmee samenwerken, hoe zij dan met die gemeenschappen omgaan. Want die gemeenschappen zijn heel hecht, hele sociale community. Mm-hmm. En ik denk dat voor ook die overheden juist een hele belangrijke drijfveer is als we dan kijken naar die omgeving. Ze willen hun graag helpen, maar ze kunnen dat niet zonder die gemeenschappen. Omdat zij zo in het gebied zitten en dicht bij het water zitten. En ze hebben dat water nodig. En je wil hun ook niet hun water ontnemen. Terwijl ze eigenlijk ook het water vervuilen door technieken die ze gebruiken. En dat soort dingen. Dus je moet echt op zoek gaan naar hoe je die problemen samen met die communities kan oplossen. En dat vind ik zelf wel heel mooi om te zien. Hoe ook juist die overheden heel erg realiseren. Dat ze dit samen met die gemeenschappen moeten doen. En ze zijn dus echt op zoek naar hoe gaan we dit samen oplossen. En al die partners die er in dat project zitten, want je zegt, het is een van de grotere projecten van de Blue Deal, er zitten allerlei stakeholders bij. Hoe is die verhouding dan tussen die partijen? Ik kan me voorstellen dat zo'n lokale community daar in de bergen, en dan komen er Nederlandse specialisten binnen. Ik bedoel, hoe gaat zoiets?
Nee, je merkt sowieso wel in Colombia, is sowieso een heel divers land. Hè. Iedere regio is eigenlijk weer totaal anders, heeft andere mensen en is anders georganiseerd. Of je merkt dat daar hele erge culturele verschillen al tussen zitten. Maar je merkt, zeker in deze regio dan, daar is de FARC heel lang heel actief geweest. Dus daar was de overheid eigenlijk een beetje afgesloten van heel veel van die gebieden die eigenlijk best wel ver weg waren. Ja. En dan merk je dat daar. Die daar kwam heel te helpen, kan je niet mee. Precies. Dus je merkt dat daar de wantrouwen richting de overheid gewoon al best wel groot is. En daarin hebben juist ook die overheden, die zijn dus aan het zoeken van hoe kunnen wij nou ook die banden met die lokale, lokale bevolking gaan versterken. En zorgen dat we elkaar kunnen helpen. En dat vind ik zelf wel heel mooi om te zien. En zeker als je dan kijkt naar Nederland, waar ik toch het gevoel heb dat we als overheid altijd denken dat we alles moeten oplossen voor onze bevolking of zo. En daar is het echt meer van. Ja. Hoe gaan we dit samen met onze bevolking oplossen? Dan komen we daar weer bij terug. De stelling die daar een beetje bij hoort is ook: elk internationaal project moet een gelijkwaardig partnerschap zijn. En wat dan dat gelijkwaardige partnerschap is, ja, dat is een beetje de zoektocht. Hoe kijk jij daarnaar, Bart? Hoe geef je nou zo'n gelijkwaardig partnerschap in een internationale samenwerking vorm? Ja, ik heb daar graag het woord wederkerigheid in. Dus als je gaat samenwerken, dan moet je altijd nieuwsgierig zijn van wat je de ander kan leren. Dus ik ben van hoogwaterveiligheid. Hè. Dus denk ik, we hebben allemaal met dezelfde uitdaging te maken. Namelijk, hoe beschermen we mensen, maatschappij, bedrijven tegen overstroming? Dus de uitdaging is allemaal hetzelfde. Maar elk land heeft daarin zijn unieke omstandigheden. Als je naar Engeland kijkt, ja, we hebben het hier over 140 millimeter... 3 weken geleden in Cambria weer 300 millimeter gevallen. En daar zitten dorpen en steden die vergelijkbaar zijn met Valkenburg. Nou, dat maakt mij meteen nieuwsgierig van, hé, maar hoe pakken jullie dan dat probleem aan? En ze hebben dan ook glazen wanden, hè, want de burger wil daar ook het uitzicht op de rivier houden. Die glazen wanden zijn nu ook hier toegepast, hè, dus daar gaan wij langzamerhand ook van leren. In Amerika heb je natuurlijk die enorme Mississippi. Daar hebben ze overloopgebieden die ze activeren, zoals dat noemen. Hè. Dus dan wordt zo'n dijk opgeblazen. Ja, stel voor dat wij dat hier zouden moeten doen. Stel, we moeten kiezen, we gaan benedenstrooms een enorm hoog risicogebied beschermen door bovenstrooms een wat lager gebied op te blazen. Ik ben nieuwsgierig hoe bestuurders eruit komen, want dat is natuurlijk een enorm groot dilemma. Maar stel dat je die keuze maakt. Mijn stelling is, tijdens hoogwater heb je maar één kans om het in één keer goed te doen. Dan moet je dus van anderen gaan leren. En dat is die wederkerigheid. Want als ze bij ons komen, dan zeggen ze, maar wacht even, jullie hebben een waterwet. Dat is wereldwijd uniek. Hè? Ja. Wereldwijd is uniek dat wij een norm hebben vastgelegd in de wet. Dat we daar budgetten tegenover hebben staan. En dat wij vanuit die normering dus constant in stand houden. Dus daar leren ze weer van ons. Ja. Maar die wederkerigheid is belangrijk. En dat betekent dat je die eigenlijk in elk project ook zou moeten hebben. Ja. Dus dat je in elk project zou moeten kijken van wat kunnen we van elkaar leren. Nou, geen Noord-Koreaanse uitslag, maar toch 85% van u is het eens met de stelling. Maar hij in 14% zegt, 15% afgerond, zegt nou, dat hoeft eigenlijk niet altijd. Soms is het nou eenmaal niet gelijkwaardig. Dan gaan we ergens naartoe en dan brengen wij dus, ik hou het even zo, meer kennis dan dat we daar kunnen ophalen. Is dat nou een probleem? Nee, dat hoeft helemaal geen probleem te zijn. Het zal soms ook in hulpsituaties of noodsituaties zijn. Dan lever je gewoon wat aan. We hebben een aantal jaren geleden de Duitsers geholpen met extra zandzakken. Ik moet ze trouwens nu nog terugkrijgen. maar weet je, dan ben je bezig om te helpen te plekken. Maar ik vond dat Willem-Jan net ook een goed punt maakte. Die zei van, en Bart deed het ook, hè, hij zei, het is ook houding. Het is ook... Hoe ga je er naartoe? Ga je er naartoe met dat vingertje of met een stukje arrogantie? Of zeg je van... En dan denk ik dat je eigenlijk van iedere gemeenschap... Dat is trouwens hier in Nederland ook van iedere andere mens kun je leren. Maar je kunt zeker van andere gemeenschappen leren. Dus dat wil niet zeggen dat je alleen maar op die wederkerigheid moet zitten. Als je die wederkerigheid ziet als van... We moeten even gelijkwaardig zijn als partners. Dat hoeft helemaal niet, want soms heb je ook gewoon ook echt wat te brengen. Ja. Maar die openheid in jezelf is denk ik het grootste cadeau, zoals Willem-Jan zei, die je aan jezelf geeft. Ja, dus het is iets anders dan dat wiskundig toetsen van is het gelijkwaardig? Nee, het is een houding. En die houding gaat over wederkerigheid. Ik sta altijd open voor wat de ander te bieden heeft. En de ene keer is dat veel, en de andere keer is dat wat minder. Hoe ervaar je dat in Colombia? Hoe betreed jij hun tegemoet? Ja, ik herken heel erg wat er is gezegd. Ik denk dat het gaat over hoe je daarheen gaat. En ik vind zelf dat bij Blue Deal Colombia het al heel mooi eigenlijk al in de naam zit. Het heet namelijk binnen het programma noemt het Inspiragua. Dus het gaat eigenlijk over het je laten inspireren door water.
En dat zie je ook eigenlijk binnen iedereen die binnen het programma werkt, vanuit de Nederlandse kant, maar ook vanuit de Colombiaanse kant, is het je laat verbazen door de ander. En ja, volgens mij gaat dat allemaal om je houding, hoe je daarheen gaat. Ja, je laat verbazen door de ander, is mooi. Liliane zegt, dat vind ik leuk, wil ik jou wel even voorleggen als onderzoeker. Ik vind het eigenlijk opmerkelijk dat zoveel mensen één stemmen. Kijk, dit soort publiek hou ik van. Hè? Ja. Op dit onderwerp lopen wij misschien relatief voorop. Ook niet met alles, zegt ze. Andere landen kunnen veel van ons leren. Op andere onderwerpen zullen wij misschien de partij zijn die veel leert van een ander land. Dus je kunt ook zeggen van, nou, een samenwerking hoeft niet per se gelijkwaardig te zijn. Juist als het niet gelijkwaardig is, dan weet je ook wie komt brengen, wie komt halen. Hoe kijk jij daarnaar? Een beetje gemixt. Aan de ene kant is dat natuurlijk zeker waar van, het ene moment zal je delen, het andere moment zal je ophalen. Daarom is ook die soort van kennisagenda waar we het net over hadden, van waarom wil je leren en moet je dat nou bewust doen of komt dat vanzelf? Het is belangrijk om te weten wat je wil ophalen aan kennis. Dus als je een project begint, moet je aan de voorkant goede leerdoelen vaststellen. Maar soms ken je het grootste soms deel van weet je dat project nog niet. Nee. Maar leren is wel een proces als dat... Kijk, want we weten allemaal hoe het werkt in projecten. Het is druk, er moet veel gebeuren, er zijn deadlines. En als je leren niet expliciet hebt opgenomen als doel, dan sneeuwt het onder en dan neem je wel iets mee, maar minder dan het had kunnen zijn. Dat vind ik een mooie les van deze talkshow. Je moet leren dus als in een project echt als doel opschrijven. Ja, en dat anders wordt het een project om het project te doen. Ja, nou ja, dat zover wil ik niet gaan. Maar leren moet je wel aandacht aan geven. Anders dan wordt er misschien een sessie georganiseerd achteraf en dan kan het hokje afgevinkt worden, maar dan heb je niet echt geleerd. Nee. Om echt te leren moet je er het hele proces bewust mee bezig zijn. Ze moeten pedagogen in elk project zitten. Nou, dat hoeft misschien niet eens. Maar je moet wel zorgen dat het op de agenda staat. Ja. En dat je daar ook regelmatig ook gaandeweg op reflecteert. Van wat hebben we nou geleerd? Was dat wat we wilden weten? Of kunnen we er meer uithalen? Maar om even terug te komen op die partnerschappen. Mm-hmm. Ik denk wel dat er een risico in zit als het niet gelijkwaardig is. Je hebt natuurlijk gelijkwaardig is een breed begrip. Dat kan van alles betekenen. Maar wat je ook ziet is dat Nederland, dan heb ik het niet over individuen, want individueel heb ik in ieder geval in mijn onderzoek gezien dat de relatie vaak gelijkwaardig is. Mensen hebben allebei kennis en die delen ze met elkaar. Maar als je op een iets hoger niveau gaat kijken, meer naar het systeem, dan zie je toch wel dat daar zeker in ontwikkelingslanden een ongelijkwaardigheid in zit. Vaak is een deel van de financiering komt ook vanuit Nederland en daarmee ook een deel van de inhoudelijke richting. En dat roept een spanning op. Ik zie u al knikken, inderdaad. Ja, ja. Want zelfs als die spanning niet tot uiting komt, zelfs als de mensen die bij het project betrokken zijn inderdaad gewoon met de beste intenties een goed idee neerleggen, zeg maar, bij de ontvangende kant. Het feit dat de suggestie er is van, misschien is Nederland wel in haar eigen belang bezig, kan er al voor zorgen dat die relatie op scherp komt te staan. En dat staat ook het leren in de weg. Oké, maar dat is wel een nieuw begrip. Je legt nu het begrip belangen op tafel. Met welk belang zitten mensen daar nou aan tafel? Moet je daar dan volstrekt helder in zijn? Of moet je juist een strategie kiezen van, we zitten hier zo belangeloos mogelijk in? Of hoe los je dat op? Hoe doorbreek je dat? Hey, ik denk dat je wat Ellen terecht zegt, dat je aan de voorkant moet duidelijk maken wat je met elkaar wilt bereiken. En daar heeft de ander ook een zee in. En dat is best lastig, want we werken met verschillende partners ook in de andere Nederlandse kant. Die hebben ook allerlei doelen die ze graag gehaald willen zien. En die ga je al meenemen in je rugzakje. En dat wil wel eens de overhand krijgen. En dan moet al die vinkjes moeten afgewerkt worden. En dan denk je wel eens, maar wacht eens even, waar zitten wij hiervoor? Hè? We zitten toch uiteindelijk voor dat werk en niet voor het afvinken van of wij straks naar onze financiers alles hebben bereikt. En dat is een spanning waar we allemaal in de praktijk mee te maken hebben. Maar ik wil hem nog even iets scherper zetten. Ik was een keer op uitnodiging naar Iran. Met de door jou aangehaalde oud-minister. Ja. En Iran had een 3000 jaar oud watersysteem. Dat is toch een beetje ouder nog dan die 900 jaar van ons. Hè? Maar in de jaren 50, 60, 70 hebben ze hun mensen naar onze universiteiten gestuurd en geleerd. Die gingen daar terug. En die hebben het hele oude systeem van 3000 jaar aan de kant geschoven. Oh, echt? En die hebben ze helemaal gericht op, we gaan dat even doen via het westers model. Als je nu komt in Iran is een land wat enorme waterproblemen heeft. En eigenlijk niet kunnen meer weet... Kunnen ze het oude systeem nog herstellen?
Ja, ik ben bang dat het voor een deel... De kennis is er niet meer. Wat Bart zegt, dat zit in kennis, dat zit in ervaring, et cetera. En die is bijna over 2 generaties weg. Dus ze moeten eigenlijk terugvallen. En met alle respect, er zit ook een regime dat niet wil leren. Nee. Daar ben ik ook heel eerlijk in. Nee. Dat is ook wel eens een probleem in andere landen. Als het regime het niet wil, kan het ook gewoon dat je wel plaatselijk iets doet. En ik weet dat er door onze mensen heel erg gezocht wordt naar plaatselijk eigenaarschap. Maar dan kan er gewoon een nieuwe president komen. En die kan dan in één keer zeggen, ja, maar dan zet ik mijn mannen er neer. Maar goed, ja. Maar goed, dat is even... Nee, maar het is een boeiend voorbeeld. Maar we hoeven natuurlijk niet nu terug te evalueren hoe dat 60 jaar geleden misging dan voor Iran. Maar het betekent wel dat je dus als land ook bij jezelf moet blijven. Want hoe zit mijn structuur in elkaar, zoals wij onze structuur hebben. Maar dat geldt ook voor Colombia, die een bepaalde structuur. Hè, zoals het land georganiseerd is, zoals community samenwerken. Zo zullen ze het moeten doen. Ze kunnen geen kopie van ons meenemen. Dat is het goede woord, kopie. Ja, en dat dus niet doen. Juist. Leren zou inderdaad onderdeel van de architectuur van alle projecten moeten zijn, zegt Karel. Hoe heb je dat nou gedaan? Is het dan een vinklijst, Ellen? Of hoe heb je leren onderdeel van dit project gemaakt? Nou ja, het is ten eerste niet mijn project. Ik participeer in mijn project natuurlijk. Jij bent daar geweest, ik niet. Ja, zeker. Binnen het Columbia-programma is leren uit het buitenland ook een belangrijk speerpunt. En we zijn nu ook steeds meer aan het kijken. Want de afgelopen 2 jaar was eigenlijk een soort van opstartfase. Hè, van parts leren kennen. En op een gegeven moment leer je elkaar echt kennen. En ga je dus meer naar die toekomst kijken. Die nog 10 jaar gaat duren. En een belangrijk speerpunt daar is van hoe gaan we nou zorgen dat niet alleen de mensen die in het buitenland zitten... in Colombia die ervaringen en die kennis hebben, maar hoe kunnen we dat ook naar die hele waterwereld in Nederland brengen? Ja. Zo zijn we nu actief aan het kijken hoe we dat nog beter kunnen doen. Er zijn al diverse webinars georganiseerd waarin zowel Colombiaanse partners als Nederlandse partners presentaties gaven. Hè. Dus dan krijg je al een beetje die kruisbestuiving. En in de volgende fase zal dat nog echt een belangrijke nadruk gaan krijgen. Ja. Ja, ik wil tot slot met jullie nog even inzoomen op die invloed van die lokale communities. We hebben het al een paar keer aangeraakt, ook in relatie met Zuid-Afrika. Maar laten we eens kijken wat voor uitdieping we daar nog kunnen vinden. Met als stelling die daarbij hoort voor jullie, terwijl we een notitie krijgen dat het een boeiend gesprek is. Nou, dank u wel. In het buitenland is de invloed van de lokale community op waterprojecten vaak sterker dan in Nederland. Dus een waardestelling, de invloed van lokale community op de waterprojecten is sterker dan in Nederland. Wij zijn toch ontzettend goed in participatie en we zijn toch ook helemaal vanaf eigenlijk van oudsher in de waterschappen bottom-up georganiseerd. Dus eigenlijk is onze lokale community heel diep geworteld in de waterprojecten. Maar dat is een beetje omgeslagen van wij vanuit de overheid, hè, wij adviseren u op deze manier te participeren. Mm-hmm. En dat zal in heel veel buitenland niet gebeuren omdat de overheid die rol nog niet heeft. Maar we hebben dat denk ik toch te veel geïnstitutionaliseerd en te veel vastgelegd in daar kom ik toch weer op het woord, in een aantal richtlijnen met elkaar. Ja. En de burger is ook naar achteren geschoven. Die heeft prima, regel het maar voor mij. Hè. En dat kan een burger in heel veel andere landen, die kan zich dat gewoon niet permitteren. Die moet dat. En Bart zei al, dan heb je dus landen waar het anders is georganiseerd. En die zijn voor ons, denk ik, ontzettend leerzaam. Ja. Ja. Maar laat ik daar dan eventjes naar kijken. Want jij werkt samen met ook westerse landen. Engeland, Amerika. Dit zijn voorbeelden van andere type landen. Colombia, we hadden net Zuid-Afrika. Hoe zit dat in het buitenland met de andere westerse landen, met die lokale communities? Ik denk dat in Nederland we ook de invloed van die lokale communities hebben. En dat is waarom de wet op de waterkering 96 is afgekondigd. We noemen dat het derde generatieprobleem. De eerste generatie van ramp meegemaakt is het buitenland zelf. De tweede generatie realiseert alle plannen. Derde generatie vraagt zich af waarom we zoveel geld aan iets uitgeven wat nooit gebeurt. He, dus als je kijkt naar buitenland, binnen 20 jaar wonen mensen weer in het gebied wat overstroomd is geweest. Ja. Vaak vanuit armoede, ze hebben geen andere plek. Maar in Nederland met de waterwet hebben we natuurlijk wel een heel stevig fundament neergezet dat we die derde generatie niet kan gebeuren, want je moet aan de norm voldoen. Maar bij al onze projecten die we uitvoeren is de invloed van de lokale community natuurlijk ook heel groot, want we moeten gewoon integraal in een dichtbevolkt land samen er wel uitkomen. Ja. Ja, tegelijkertijd blijft dus in veel andere landen het besef bij de lokale bevolking veel scherper dat het mis kan gaan, zeg jij? Nou, dat is de vraag. Als je dus binnen een paar generaties weer mensen ziet wonen in de floodplains die gewoon risicovol zijn, is de vraag... Dat verrast je eigenlijk. Ja, het geheugen van de mensen is niet zo lang. En nee. Vaak worden ze ook door armoede gedreven. Dat is dan een geluk die wij in Nederland dan gelukkig niet hebben. Hè. Wij kunnen ons nog veroorloven. Maar nu ook de discussie, gaan we weer woningen bouwen in de buitenrivierengebied? Je schrikt ervan dat de ruimte voor rivierprojecten
dat daar weer naar wordt gekeken. Ja, dus tenzij ze daar woningen kunnen maken van een ton. En dan gaan mensen ze echt wel kopen. En dan kom je toch in de armoedespiraal. Wat is eigenlijk die huidige woningmarkt? Alleen al dat we gaan nadenken. Willen we weer in de uiterwaarden gaan bouwen? Die stelling alleen al, ja. Hoe duur die huizen ook gaan worden. Ons publiek zegt 72% is het eens met de stelling. Dus toch ook nog wel bijna 30% die het oneens is. Stelling, in het buitenland is de invloed op de lokale community van waterprojecten vaak sterker dan in Nederland. Nou, 30% zegt van niet. Heb jij daar vanuit jouw onderzoeken naar gekeken, die relatie met die lokale communities? Ja, zeker. En wat al gezegd is, het verschilt heel erg per land hoe die lokale community georganiseerd is. In hoeverre dat ook geïnstitutionaliseerd is. In hoeverre daar dus... ja, protocollen voor zijn. Je ziet inderdaad, in Nederland zijn we gewend dat er altijd wel een manier is om je tegen een project aan te vermoeden, desnoods via de rechter. Ja. Maar in heel veel landen is die optie er gewoon niet. En dat maakt het ook lastig om vanuit je Nederlandse perspectief te gaan kijken van, ja, hoe moet je die stakeholders nou betrekken? Want in sommige landen kan het Nederlandse poldermodel niet werken of juist schadelijk zijn. Terwijl inderdaad hoe het op dat moment daar gaat, misschien wel weer een inspiratie kan zijn voor Nederland, de actieve betrokkenheid van de lokale community of de ideeën die vanuit de gemeenschap zelf komen en dan opgepakt worden, zoals bijvoorbeeld met die waterhyacinten zien. Maar dus als mensen eigenlijk institutioneel gezien minder positie hebben, en ze kunnen niet naar de rechter bijvoorbeeld, dat lijkt mij een prikkel om je actiever te bemoeien aan de voorkant. Dan krijg je dus participatie. Want dan heb ik invloed in hoe mijn gebied met water wordt ingericht. Werkt het zo? Nou ja, behalve het stukje aan de voorkant. Want je moet dan wel weten dat er iets gebeurt. En wat ik in mijn onderzoek veel heb gezien, bijvoorbeeld in Indonesië, dat met name de arme gemeenschappen er pas achter komen dat er daadwerkelijk wat gaat gebeuren op het moment dat de bulldozers aan de rand van hun wijk staan of de bouwmaterialen aangeleverd worden. En ja, dan wordt je invloed die je nog kan uitoefenen als gemeenschap wordt natuurlijk erg beperkt. Dus ik denk dat de uitdaging zit in de gemeenschap die niet institutioneel gezien betrokken wordt, maar dat wel wil zijn, aan de voorkant al betrekken. Ja. En ik heb daar ook geen antwoord op hoe je dat het beste kan doen. Ervaringen in Colombia? Ja, nou ja, tegelijkertijd ook in Nederland. Hè, want als omgevingsmanager ben ik in mijn dagelijkse werk bezig met participatie en het betrekken van de omgeving. Alleen ik denk, wat Hein al zei, dat wel heel erg klopt. Hier is het perspectief toch anders, hè? Water is iets waarmee we leven, maar we voelen af en toe niet meer hoe afhankelijk we er eigenlijk van zijn. Terwijl in Colombia, er zijn gewoon gemeenschappen die dagelijks vervuild drinkwater drinken, dat gewoon ongezuiverd is. Dus ik denk dat perspectief heel anders is. En ook de toegankelijkheid van dat water is er niet altijd. En dat maakt het denk ik wel heel anders dat de noodzaak voor die gemeenschappen om te participeren, dat die veel groter is, omdat het echt over iets fundamenteels gaat. Ja, precies. Ja. Het grappige is dat deze stelling op de chat dan weer veel losmaakt. Zijn er niet genoeg voorbeelden van burgers die juist zeggen... en dan valt hij weg, want er komt er een nieuwe op mijn scherm. die zeggen, ik doe het zelf wel, want ik wacht niet op de overheid. Ik neem regie. Juist in Nederland zijn er ook wel heel veel voorbeelden van mensen die het... als het nou gaat over verduurzaming van je woning, het afkoppelen van je water. Mensen zijn daar wel actief mee bezig. Dus het is een soort van twee lijnen. Je hebt een kleine voorhoedegroep die zelf actief is. En de meeste burgers volgen natuurlijk toch wat er in de instituties gebeurt. Nou, het is nooit zwart-wit. Hè? Nee. Het is nooit hoe dat al burgers de ene kant op gaan of de andere kant op. Maar het mooie is natuurlijk dat wij als door de klimaatverandering voor vragen gesteld worden die we nog nooit eerder hebben gehad. En als we iets moeten activeren met elkaar, is dat ieder mens, iedere burger verantwoordelijkheid gaat nemen, veel meer. Ja. Nou, en daar zullen het voorlopers in zijn, maar we moeten het ook op een of andere manier niet gaan institutionaliseren. Ik heb er echt niks op tegen. Nee, dat is gewoon nodig. Maar ik zoek het meer in een cultuuraspect. Ik zie het ook gewoon dat mensen het vanuit een waardenbeleving gaan doen. En dat vind ik een onderdeel, dat we te weinig doen met elkaar. Over welke waarden hebben we met elkaar? Wat willen we graag overeind houden? Ja. Ja, wat ik lastig vind is dat water, dat is toch een lokaal... Nee, kijk, het is natuurlijk een landelijke uitdaging, maar het organiseert zich heel erg lokaal, regionaal. Want water stroomt nou eenmaal, dat is het hele punt. Maar wij Nederlanders kijken toch, hoeveel zijn wij nou verbonden aan onze lokale community? Anders dan in Zuid-Afrika of gemeenschappen in de bergen van Colombia. Die Zuid-Limburgers, die voelen zich wel thuis in Zuid-Limburg. Maar maakt dat al dat ze zich nu na deze ramp, gelukkig zijn er geen doden gevallen...
Maar het was een, Het was een ramp. Ja, oké. Hoe maakt dat nou dat ze zich nu meer gaan vastbijten in de bevolking in Valkenburg? Zie jij dat in de praktijk? Nou ja, ik heb ook 2 jaar lang bij het wateroverlastprogramma van Waterschap Limburg gewerkt. En dan werken nu nog steeds heel veel collega's superhard elke dag om Zuid-Limburg ook droog te houden. Ja. Wat ik daar dan wel weer interessant vind is, als je kijkt naar bijvoorbeeld Colombia, is daar hevige regenval. Ja, dat gebeurt daar 2 keer per jaar, heb je gewoon de moessons. En dat dendert daar gewoon van de Andesberg gebergte af. Ja. Dus ja, daar kunnen wij als Waterschap Limburg ook heel erg van leren. Dat hebben we ook al gedaan. Dat is een voorbeeld waarbij bijvoorbeeld in het oplossen van de knelpunten wordt gekeken ook naar de stroomsnelheden die het met zich meebrengt als het naar beneden gaat. En dat is dan een concept dat we uit Colombia bijvoorbeeld hebben meegenomen. Wij hebben nog een laatste vraag voor jullie. Dat is namelijk 1 woord wat we jullie willen vragen in te geven op de stelling. Noem nou 1 les uit het buitenland die je meeneemt na dit webinar. We hopen dat we een boeiend en interactief webinar hebben kunnen maken met jullie. Maar dat ene woord, geef ons dat eens eventjes terug, want dan kunnen jullie dat ook zien van elkaar. Ellen Minkman, onderzoeker, dank. Ga door, want je zet dit door. Hè? Dit wordt jouw verhaal. Zeker nog. Jij bijt je hierin vast. Sterker nog, we hebben van de week de enquête die we bij de waterschappen en de waterbedrijven hebben gehouden afgerond. Dus ik hoop binnenkort met publicaties. Resultaten te Heel goed, komen. Ellen te Boekhorst, dankjewel. Bart Vonk, dankjewel. Succes met alle internationale samenwerkingen. Hein Pieper, dankjewel. Dat je toch ook een beetje de sidekick wilde zijn vandaag. Dankjewel, Maarten. En al jouw kennis met jouw lange ervaring met mij wilde delen. Ondertussen zien we de wordcloud achter ons verschijnen. Zijn er woorden die opvallen, Hein? Eigenaarschap zag ik net. Wederkerigheid. Culturele sensibiliteit. Let op de gelijkwaardigheid. Dus niet gelijkwaardigheid, maar let op de gelijkwaardigheid. Ja, heel goed. Daar hou ik van. Relativeren hoort er ook een beetje bij. Leer je in het buitenland relativeren? Het zal zeker. Dankjewel jongens. We laten deze vol. Geef ons de woorden door, want dan plaatsen we die ook online. Die kunnen we altijd gebruiken. Dankjewel nogmaals, mijn tafelgasten. U heeft gekeken naar leren uit het buitenland. Werkt u bij het Rijk? Meld u dan bij de Delta-coördinatoren als u het leuk zou vinden om hier verder in vast te bijten. Werkt u bij het waterschap? Uw waterschap heeft ook een buitenlandcoördinator. Dus ik zou zeggen, meld u, doe mee met de Blue Deal, want er zijn kansen genoeg. Voor nu, succes met de rest van het Delta-congres. Het programma gaat straks verder. Mijn naam is Maarten Bouwens. Bedankt voor het kijken. Dag.